Een hele goede avond en welcome terug bij AssenDev Capital. Vandaag gaan we het hebben over Diversified Energy en dan met name het tweede deel. Dus we gaan het dit keer hebben over de Bloomberg Report. Volgende week wellicht een andere video, maar daarna zal nog steeds de oude planning of de originele planning gevolgd worden. Dus daarna volgt de onderwaardering om vervolgens het nog even te hebben over de Capital Markets Day. Vandaag dus Bloomberg Report. Heb ik opgesplitst in een drietal onderwerpen. Het eerste onderwerp is ESG, en dan met name het environmental en governance gedeelte. Dat kwam met name aan bod in het onderzoek of in het rapport van Bloomberg. Vervolgens over de financiële impact en tot slot gewoon mijn algehele gedachten over deze situatie. Laten we beginnen bij ESG. Laten we beginnen met het environmental gedeelte. En dan is met name het pijnpunt van de schrijver van Bloomberg Report is dat ze veel methaan lekken. Methane leaks. En als je kijkt naar het rapport, dan is het is een heel uitgebreid rapport. Ze hebben ook echt wel onderzoek gedaan. Ze zijn echt naar wells geweest van DEC. En het probleem wat ze met name hebben is, oké, die wells die niet goed gemanaged worden, die lekken veel methaan. En methaan is slecht voor het milieu. Dus zoals we het hier schrijven, but there's a catch. Left unburned, natural gas consists mostly of methane, which is much, much better at trapping heat. According to one recent estimate, putting a lid on human-caused methane emissions could prevent as much as one-third of the warming expected in the next few decades. Dus wat we als volgens deze onderzoekers, wat we met name voor moeten zorgen, is dat we die methaanlekken verminderen en dat we daarmee gewoon de warming van de aarde eigenlijk verminderen. Dat is het streven. En als we dan kijken naar het onderzoek, en ik heb daar geen afbeelding van, dus maar maakt even niet uit. Ze hebben volgens mij 44 wells bekeken, 59% daarvan, dus het meer dan de helft, die lekte methaan. Dus dat is een probleem. Nou, heeft DEC aangegeven van nou, dit zijn de oude wells, maar wij hebben ze nog niet zo lang in bezit. Dus wij hebben hier nog niet onze stewardship op toe kunnen passen. Nou goed, dat is natuurlijk een beetje een standaard antwoord. Maar wat je natuurlijk wel hebt gezien recentelijk, en ik kom aan het einde van de video ook nog even op, is dat ze equipment hebben aangeschaft. Ze hebben een pilotfase gehad met 100 van die methaandetectors. En die pilot is goed uitgevoerd en nu hebben ze er 500 extra aangeschaft. Dus dit probleem erkennen ze ook en ze willen hier beter mee omgaan. En dat zien we ook terug in de recente nieuwsberichten van DEC. Neem niet weg dat dit onderzoek heel belangrijk is geweest om het ook aan het licht te brengen. En ik denk ook in mijn optiek heeft het onderzoek in wat betreft methane leaks hebben ze ook echt wel gelijk. Dat moet gewoon beter. Neem niet weg dat het nog steeds zo is dat het natuurlijk belangrijk is dat DEC die 65k wells goed managed, maar daarnaast zijn er nog 100.000 wells binnen de US die helemaal geen eigenaar hebben en daar moet ook wat mee gedaan worden. Dus voor de big picture valt DEC eigenlijk nog relatief mee, alleen de focus wordt niet heel erg gelegd op DEC, wat dat natuurlijk niet heel positief is. Nou, en hier in het bericht had het al aangegeven, nou we gaan erin investeren. Dus dat zag je ook terug in het Bloomberg Report. En wat DEC ook aangeeft, we firmly believe that we are the best custodian of these wells. En dat is ook met name hoe we dat moeten bekijken. Want deze wells die zijn een probleem. Dat ze methaan uitstoten is een probleem. Maar je moet iemand hebben die bereid is om het op te lossen. Nou, DEC is in ieder geval bereid om het op te lossen. Ze hebben het tot op heden eigenlijk onvoldoende gemanaged. Ze zijn er wel altijd mee bezig geweest. Dat konden we altijd teruglezen in de reports die ze hierover schreven. Maar als we nu terugkijken, dan is dat toch onvoldoende gebleken. En hadden ze misschien minder snel moeten groeien en ook hier gelijk op moeten focussen. Nu hebben ze een inhaalslag te maken en ze hebben een prijs moeten betalen. En dat is dat het aandeel natuurlijk met 30% dalen. En die prijs betalen we met z'n allen trouwens. Helaas, alle aandeelhoudertjes. Nou, volgende punt is het governance gedeelte, dat is regulation. En dit is met name, ik had niet verwacht dat het in het rapport terug zou komen, maar het is wel een hele interessant om even bij stil te staan. Some regulators were worried too, but they had little leverage.
Onthoud deze zin, daar komen we straks op terug in het volgende stukje. Maar het volgende, regulators have limited powers to block transfers. Ik vond dit zinnetje interessant, omdat er eigenlijk hier staat van, oké, stel dat een overname vanuit een overheidspunt niet zo heel geweldig wordt geacht, maar de business zelf denkt dat het wel interessant is, en DC is natuurlijk van de overnames, dan kan de staat kan eigenlijk best weinig doen om dat te blokkeren. En dat wist ik niet, maar ik vond het wel interessant om te lezen. Maar laten we even over dat little leverage, laten we dat even onthouden en dan gaan we naar het volgende stukje. Want het is voor een staat is het heel moeilijk om het te handhaven, om te dwingen dat die wells worden gesloten. Want eigenlijk is dat natuurlijk het punt. Hè? Want enerzijds wil je die methaanlekken, die wil je stoppen. Maar anderzijds wil je ook gewoon die wel gewoon goed sluiten. Dat die sowieso niet meer lekt, maar dat het ook later geen probleem meer kan worden. Dat wel sluiten, dat kost geld. En wat er eigenlijk staat, dan is eigenlijk, ik heb een groot deel geasseerd, maar eigenlijk is het hele stukje wel belangrijk. State laws require non-productive wells to be plugged promptly, so they don't endanger groundwater or catch fire. Dus eigenlijk moeten wells die niet produceren, die moeten gesloten worden. But enforcing this law is difficult. Dus het handhaven is eigenlijk lastig. Regulators worry that if they push companies too hard, it can cause financial distress and reduce the chances that anything will be plugged. En dit is een interessant zinnetje, want eigenlijk zeggen ze dus van oké, nou de mensen die het reguleren, die zijn bang dat als ze dus zeggen van oké, je moet meer sluiten, je moet meer van die wel sluiten, dat de bedrijven aan de financiële problemen komen, dan gaan ze wellicht failliet of andere problemen ontstaan en dan wordt er uiteindelijk helemaal niks meer geplucht. Dus ze zijn al lang blij dat er überhaupt iets geplucht wordt. If the burden is so high to pluck a well, then a company may not be able to do it, and you've defeated the purpose. Dus ze willen eigenlijk voorkomen dat ze te hoge druk op de DEC komt te staan. Nou weten we vanuit vorige filmpjes natuurlijk, maar ook als je zelf naar de presentaties kijkt van DEC, dan weet je van oké, in totaal moeten ze eigenlijk 80 van die wells moeten ze per jaar sluiten. Ze hebben nu al besloten dat ze er 200 per jaar gaan sluiten vanaf 2023, dus een verhoging van 250%, dus ze gaan meer sluiten dan wat vereist wordt vanuit de regulatie. Ze komen daar eigenlijk ook wel deze regulators in tegemoet. Maar wat ik hier belangrijk en wat is uit de takeaway hieruit is, is natuurlijk een heel negatief bericht. En het is vanuit regulatie is het ook helemaal niet zo fijn dat je geen machtspositie hebt natuurlijk. Maar vanuit de business is het natuurlijk wel heel interessant. Dus vanuit de aandeelhouderschap in DEC is het interessant dat het sluiten van die wells is een heel groot risico. Dat is altijd het grootste risico geweest in mijn optiek. Maar regulators kunnen dus niet de druk erop uitoefenen om dat eerder te laten sluiten. Dus dat geeft eigenlijk, en moot wil ik het niet noemen, maar het geeft wel een soort, het is wel een soort, ja, het versterkt de positie van DEC, laat ik het zo zeggen. En wat ik verder nog interessant vind, is the Interstate Oil and Gas Compact Commission estimates the number across the US may be as high as 800,000. En dit gaat over orphaned wells. En die hebben dus geen eigenaar en niemand die dus bereid is om dat op te schonen. En nu hebben ze afgelopen augustus, heeft de Senaat in de US heeft een infrastructure bill erdoor laten gaan. En dat is 4,7 miljard. En daarmee wordt onder andere ook die orphaned wells moeten daarmee opgelost worden. Dus daar gaat geld naartoe. En dit is met name een hele interessante, want dit kwam ook bij de Q&A van de Capital Markets Day kwam deze naar voren. En wat de aandeelhouder als vraag stelde is van zien jullie hier ook een kans in? Want als dus die orphaned wells, en dat zijn er dus ruim 10 keer zoveel dan dat DEC er überhaupt in totaal heeft. Dus dat als je zegt, en dat staat ook in dit rapport, dat DEC er 750 jaar over gaat doen om die wells te sluiten. Ja, dan gaat de US er 10 keer zo lang over doen. Dus dan ga je richting 7,5, wat is het? 7,5k jaar. Wat natuurlijk gigantisch zou zijn. Maar de vraag die gesteld werd is, wat zien jullie hier ook een kans in? Om bijvoorbeeld die orphaned wells te gaan sluiten voor de overheid. En waarop Rusty was dat volgens mij. Rusty die antwoordde op van, hey, ben jij bij onze vergadering van afgelopen week geweest? Want we hebben het hier toevallig over gehad.
En wij zien hier zeker een kans in, ja, want wij denken dat de staat geeft eigenlijk geen moer om bijvoorbeeld hoeveel geld ze betalen om zo'n wel te laten sluiten. Dus stel, zij kunnen gewoon een wel laten sluiten voor 50, 60, 70k, als die maar gesloten wordt. Vervolgens sluit DEC eigenlijk die wel voor 75 of voor 25k, wat ze normaal op de planning hebben staan. Dus dan het plan wat ze hebben is dat de staat deels gaat betalen voor het sluiten van de wells die DEC heeft. Dus ze gaan dan geld. Staat nog allemaal, het is nog niet vast, hè, maar dat is dus tijdens de Q&A komt dat naar voren. En het is wellicht dus dat ze dat doorgevoeren. Maar dan gaan ze dus wel sluiten voor de overheid. Daar vangen ze meer geld voor. En dat dekt dan de kosten van het sluiten van de wells die DEC bezit. Dus voor elke well die ze sluiten van de US, stel ze krijgen daar 50k voor, dan kunnen ze daar mee van die 25k winst, kunnen ze dan weer een eigen well sluiten. Dus dat is met name ook het positieve van die infrastructure bill. Ik denk dat het toch wel heel interessant is om die te benoemen. Hoewel het rapport natuurlijk hier verder heel negatief over is. Maar nogmaals, en dat is misschien ook wel de takeaway van dit gedeelte. Tuurlijk, het is heel vervelend dat die regulatie dat op deze manier gaat. En dat DEC zoveel wells moet sluiten. Maar de staten die hebben een veel belangrijker en een groter probleem om op te lossen. Dan dat ze nu op DEC gaan zitten hameren: je moet meer wells sluiten. Nee, ze willen juist die 800.000 wells waar momenteel niemand om geeft. Die willen ze gaan sluiten. En daar gaat de focus op liggen. En daar kan DEC wellicht bij helpen. Dan nu over de financials. Dit is wellicht wel het lastigste gedeelte, maar ook wel een hele interessante om een keertje zo diep op een aandeel in te gaan. Of op een jaarrekeningen. Want ik ben zowel die van CNX, en daar komen we straks op. Ik ben zomaar 2 jaarrekeningen ingedoken om tot deze financials te komen. In ieder geval staat er nou in het rapport: "The model seems like it's built on abandoning those assets. It looks like a liability bomb that's destined to explode." Nou, dit gaat natuurlijk over, oké, ze kopen die wells. Vervolgens moeten ze die ooit in de toekomst gaan pluggen. Nou, dat is een liability. En men in dit rapport verwacht dat uiteindelijk DEC failliet gaat. Ze laten dan die assets achter en dan is het weer een probleem van de overheid. En dat noemen ze dan een liability bomb that's destined to explode. En het probleem wat ze met name hebben, en daar heb ik het ook al eerder over gehad, en dat vind ik ook het lastige van, of het grote risico, is die asset retirement obligation, noemen ze dat. En dat is eigenlijk de toekomstige kosten die ze gaan hebben om die wells te pluggen. Nou, en die toekomstige kosten die worden gediscount. En omdat ze pas ver in de toekomst verwachten dat ze die gaan pluggen, worden die liabilities op de balans heel erg laag. Dus on the books, a 50-year timeline makes Hudson's cost almost disappear. Ik heb daar straks bij mijn gedachten, heb ik er ook een afbeelding van, en daar licht ik dan nog even verder toe. Maar dat is inderdaad een probleem. En hoewel het, zeg maar, op papier is het gewoon juist, qua accountancy en dergelijke is het allemaal correct, vind ik het zelf wel een risico. En ik ben het hier dus ook mee eens dat dit een risico is. Niet op de manier waarop zij het uitschrijven, maar wel dat dit gewoon een risico is die heerst. En waar we gewoon rekening mee moeten houden en die we in de gaten moeten houden. Nou, zoals bekend heeft DEC altijd gezegd van: nou, we kunnen het onder de 50.000 kunnen we die wells pluggen. En dit was voor mij hier kreeg ik het benauwdst van, omdat ik dit een hele interessante vond en dit heb ik ook helemaal uitgezocht. In 2018, the company bought a portfolio of wells from CNX Resources Group Corporation. CNX had pegged its cleanup liability, dus de asset retirement obligation, at, nou, laten we zeggen, 200 miljoen. Diversified put the liability for the same wells at only 14 miljoen. Toen ik dit las, toen begon ik me zorgen te maken. Want ik weet dat ze allemaal een accounting achtergrond hebben. Dus ik weet dat zij trucjes kunnen uitvoeren. En dat is daarmee, enerzijds vind ik het heel positief dat ze dus allemaal een financiële achtergrond hebben. Anderzijds vind ik het heel vervelend, omdat ze dus dit soort trucjes uit kunnen halen. En als dit echt zo zou zijn, dan zouden zij een liability van 100, wat is het, 183 miljoen even wegschuiven. Dus hier ben ik verder ingedoken. En ik kan je vertellen wat hier staat klopt, maar het vertelt niet het hele verhaal. Het vertelt eigenlijk maar de helft. En als je het hele verhaal ziet, dan valt het eigenlijk wel mee.
komen we straks op, na deze zin. Ik wilde alleen nog even deze eruit pakken, want het gaat hier over: "This may explain why diversified frequently determines the wells it's buying are worth far more than what it paid. So much so that it books the difference as profit upfront." Nou, ik vond dit een grappige zin, want zo nu en dan kan dit kloppen. En over het algemeen verwacht ik ook dat DEC een gain heeft op een purchase die ze doen. En waarom? Zij verwachten een langere looptijd van de assets door hun smarter well management. Dus dat ze dan, dat dan de eigenlijke waarde zodra zij het overnemen toeneemt, vind ik niet zo heel gek. Wat ik wel grappig vind is dat als je nu kijkt, als je gewoon kijkt naar de afgelopen jaren van DEC en je kijkt naar de winst- en verliesrekening, dan hebben ze bijna altijd een verlies en dat komt door die valutacontracten. Dus het laatste wat DEC zou willen is dat ze een winst gaan boeken. Winst boeit ze helemaal niets, dat hebben ze ook in het verleden aangegeven. Het enige wat ze boeien is cashflow. Dus dat wilde ik ook nog even benoemen en jullie weten ook, ik hou ook van cashflow en daar kijk ik ook meestal naar. Dan nu even over die acquisitie van CNX. Ik ben dus de jaarrekening van 2018 van CNX ben ik ingedoken en ik heb gezocht naar de verkoop van deze acquisitie, dus de koop van DEC, maar de verkoop van CNX. En inderdaad, op 30 maart is het verkocht aan DEC en ik heb even een aantal dingen gearseerd. Het is verkocht voor, laten we zeggen, 90 miljoen of laten we zeggen 89,9 miljoen. De buyer, dus DEC, ging uit van een liability van 196,5 miljoen. En waarom ik dit belangrijk vind, is de buyer, dus DEC, is het eens met deze liability. Dus dat schetst al een ander beeld dan wat we net zagen van, hey, ze boeken het anders. Nee, DEC ziet de liability als hetzelfde. Vervolgens heb je een net gain on sale van 4,2 miljoen. En wat ik hier, en dit is heel erg accountancy gericht hoor, dus ik kan me voorstellen dat je het niet begrijpt, omdat zonder opleiding is dit best pittig, maar ik ga het in een volgende staartje ga ik het uitleggen. Maar als je zeg maar 90 miljoen hebt aan cash en je hebt een liability op je balans van ongeveer 200 miljoen en je hebt vervolgens ook nog steeds een boekwinst op wat je verkoopt, dan staat jouw asset voor dit bedrag plus dit bedrag minus dit bedrag op de balans. Het staat voor veel hoger op de balans dan wat hier nu staat. En met name dit zinnetje is dus eigenlijk heel belangrijk om vervolgens te gaan redeneren. Oké, nou hoe gek is het nou dat die liability van DEC zoveel lager in de boeken staat. Dus als ik dat even vertaal naar gewoon een Excel staatje. Dan heb ik het bedrag iets veranderd, omdat DEC gaat uit van 89,3 miljoen. En ik weet niet welke juist is. Er zit in ieder geval de 6 ton verschil tussen. Ik ga even van deze uit. En dan zou ik dus uiteindelijk uitkomen, ik ga niet over de details, maar ik zou uitkomen op een asset valuation van 281 miljoen. En ik begrijp dat dit lastig is hoor. Maar wat je moet weten met assets en liabilities, bij een balans staan de assets staan links en de liabilities staan rechts en uiteindelijk moet het in balans zijn. Dus ik heb eigenlijk met deze gegevens heb ik teruggerekend wat nou eigenlijk de assetwaarde is, zoals CNX die had geboekt. En nou heb ik dus een heel beeld van de CNX boekhouding. Als ik dat afzet tegen wat DEC heeft geboekt, dan gaan we opeens een verschil zien. Want DEC heeft een hele andere assetwaarde geboekt. Want de assetwaarde van DEC is dit. Dus die hebben bijna de helft aan assetwaarde geboekt. En dat is een interessante. En wat je dan hier vervolgens ziet is die asset retirement obligation. Is die 14,3 miljoen waarin ze het rapport over hadden. Dat is uiteindelijk gewoon dit bedrag. En hier moest ik even lang over nadenken. Ik ben hier even ook ingedoken verder. En wat hier eigenlijk wordt gezegd. En waar ook met name dus het verschil in zit tussen CNX en DEC. DEC die discount zowel, die past eigenlijk een discount toe op zowel hun assets als hun liabilities. Dus de toekomstige waarde, die neemt daardoor, of de waarde in het nu, doordat het wordt gediscount, neemt die af. Maar CNX die deed dat niet. Dus eigenlijk zit in dit bedrag 196,5 miljoen aan assets die anders hier hadden gestaan. Dus de waarderingsmethodiek is anders. Dus het
aan zich vergelijken van deze twee asset retirement obligations slaat helemaal nergens op. Want het is leuk dat CNX dus die 196,5 miljoen had staan. Maar zij hadden dus ook een veel hogere asset. Ze hadden dus 282 miljoen assets staan, terwijl DC dat veel lager zet. Dus dat is even een belangrijk verschil. Vervolgens zie je dat ze ook nog een gain on bargain purchase hebben van 36 miljoen. En die is wellicht wat lastiger nog te begrijpen. Dus daar gaan we nu nog even naar kijken. Maar wat ik vervolgens heb gedaan, ik heb eigenlijk dezelfde staat die ik hier heb gemaakt. Ik heb dezelfde staat voor DEC gemaakt, zodat je een beetje kan begrijpen waar nou de verschillen in zitten. Dus de DEC asset value in totaal is 144,8 miljoen. En waar CNX tegen die asset value zegt, nou dat is 282 miljoen. Vervolgens heb je die asset retirement obligation, ook wel ARO genoemd, heb je er staan. En dat heb je hier ook. En dan heb ik ook nog even die other liabilities die je in de vorige afbeelding ook zag, heb ik even genoteerd. En vervolgens heb je een net asset on balance waarde. En net asset is dus asset minus liabilities, dat is de waarde van de assets. En het eigenlijke verschil is dus tussen de twee is dit. Dus waar CNX dacht, want nou die assets zijn 86 miljoen waard, zegt DC, nee die assets die zijn 126 miljoen waard. Nou, waar zit dat verschil nou in? Nou, CNX die had deze wells waarschijnlijk eerder gesloten, omdat ze die wells niet managen, niet goed in ieder geval. En DC die managed die wells, die wil de productie nog steeds toenemen, die wil allemaal van die trucjes uitvoeren om die wells beter te laten produceren. En dat... En die verwachten dus ook de assets langer te gebruiken, waardoor je dus ook meer gas verwacht uit te halen. Dan heb je vervolgens, en hier zit dus het accounting trucje in, van oké, nou zij dachten dat het dit waard was. DC dacht dat het dit waard was. Vervolgens is er uiteindelijk dit betaald, dus zij hebben een winst, een boekwinst van 4,2 miljoen. En eigenlijk heeft... DEC heeft ook een boekwinst van 36,4 miljoen. Dus allebei hebben ze een boekwinst. En dat komt puur omdat ze een andere waarde hanteerden. En ze hebben uiteindelijk het ergens tussenin, maar veel meer dus tegen de waarde die CNX aan de assets gaf, dat hebben ze uiteindelijk ervoor betaald. Nou, dat is een heel lang verhaal. Ik hoop dat jullie het hebben kunnen volgen. En dan gaan we nu nog even naar mijn gedachten. En aangezien ik al 22, laten we zeggen 23 minuten aan het praten ben, lijkt het me goed om hier wat sneller doorheen te gaan. Nou, allereerst over die methane leaks. Ik denk oprecht dat dit een serieus probleem is. En ik vind de afstraffing in de koers vind ik dan ook terecht. Weet je, we hebben een daling gezien van ongeveer 130 naar onder de 100. En in mijn optiek is dat gewoon een bijzondere koopkans geweest hoor. Maar ik vind het logisch dat als blijkt dat... DEC, die toch wel een ESG voorstander is, dat zie je altijd in de sheets, iets niet helemaal goed heeft gedaan, dan vind ik dat ze daar best wel even op de vingers voor mogen worden getikt. En dat heeft voor ons een koopkans opgeleverd, maar ik vind dus niet heel gek dat het aandeel daardoor even daalde. En nu nog steeds wat lager staat. Weet je, dit probleem oplossen kost tijd en dit probleem vergeten kost ook tijd. Nou, wat doet DEC er nu aan? Ik had het al even benoemd, die 500. Ze hebben 500 extra van die methaandetectors aangeschaft. Dus nu hebben ze in totaal 600 van die detectors. Nou, dat kost ze 15 miljoen, dus dat zijn echt dure apparaten. En daarmee verwachten ze nu dus wel beter die methaanlekken op te sporen. En ze hebben dus 600 en ze hebben voor mij 1200 mensen in dienst in totaal. Dus bijna iedereen die in het veld staat, die krijgt gewoon zo'n ding mee. Dus daar wordt echt wel heel serieus mee omgegaan. Dus anders zegt het getal natuurlijk niet zoveel. Maar als je dat afzet tegen hoeveel medewerkers ze hebben, dan krijgt gewoon bijna iedereen dus een apparaat van 30.000 euro of zo mee. Dus daar gaat echt wel grof geld in zitten. Dus even een belangrijke benoeming. Vervolgens hebben ze ook al aangegeven in de Capital Markets Day. En ik heb even de aankondiging gepakt om het te laten zien. Want hier staat gewoon heel duidelijk. Het gaat eigenlijk om drie punten. De carbon neutrality 10 jaar verlaagd. Voorheen was het 2050, nu wordt het 2040 dat ze nastreven. Vervolgens gaan ze de methaanemissies, de CO2-emissies, gaan ze
door een derde partij laten toetsen. Nu leveren ze dat zelf aan en ook dat werd in het document van Bloomberg in twijfel getrokken. En hier zie je ook nog even dat ze die well retirement ook nog met 250% gaan toenemen tot minimaal 200 per jaar. Dus daarin gaan ze het beter of meer sluiten dan dat geëist wordt vanuit de reguleringen, vanuit de regulatie. En vervolgens die regulation, nou die 800k orphaned wells, groter dan die 65k wells. Met andere woorden, ik zie dit als een veel groter probleem voor de overheid. Hier gaan ze zich veel meer mee bezighouden en alles wat ondertussen DC goed sluit en hoe meer hoe beter, dat gaan ze allemaal op de koop toenemen, verwacht ik. En ondertussen, en dat stond ook in het rapport, while the spending would reduce methane emissions and create oil field jobs, it doesn't address the reason those wells were offered to begin with. State laws that fail to ensure the industry cleans up its own messes. Nou goed, wat met name hier belangrijk is, is create oil field jobs. En dat hebben we ook al kunnen zien als je kijkt naar de vacatures van DEC. Ze zoeken plugging vormen en alles. Dus ze zoeken allemaal personeel om te gaan pluggen. En op het moment dat zij natuurlijk de beste pluggers zijn in deze regio's, ze doen het meest efficiënt, dan kunnen ze daar gewoon... kunnen zij ingehuurd worden door de overheid en dat zal het een en ander mooi afdekken. Zowel kosten als letterlijk de put. En dan nog over de financials. Ik vind de zorgen begrijpelijk en waarschijnlijk onterecht. En dat heb ik dus ook al aangegeven met de berekening. Want ik denk dat ik dacht van hey, dit wordt wel heel erg opgeblazen in het rapport. En het valt dus eigenlijk per saldo best wel mee. Van een verschil van 180 miljoen naar ongeveer 36 miljoen. En dat vind ik te overzien. En ook voldoende onderbouwd vanuit DEC als ik kijk naar de jaarrekening van 2018. Neem niet weg dat we nog heel even zouden hebben over die Asset Retirement Obligation. Wat met name dus in het rapport werd aangegeven van het wordt zo ver gediscount dat de kosten helemaal bijna niet zichtbaar zijn. Dus het wordt van 1,7 miljard gediscount naar nog geen 70 miljoen. Daar heeft het rapport problemen mee en daarvan zegt het rapport, dit is prima dat ze dit schrijven, maar ze moeten uiteindelijk dit betalen en met het dividend en dergelijke dat wordt uitgekeerd, kunnen ze dit uiteindelijk niet betalen. Nou, en als ik dan hier naar kijk, dan denk ik van, en dat is het mooie aan die sheet, het supplement dat ze aanleveren, die je ziet. Daaruit blijkt gewoon van, nou als je het niet zou discounten, dan heb je ongeveer 25% aan Asset Retirement Obligation, dus nog 75% cashflow. En het leuke vind ik hier is dat je hier, undiscounted, heb je dus een net asset value, dat is het eigenlijk, want dit is de asset value en dit is de asset liability. Je hebt undiscounted heb je 5 miljard. Aan asset value en discounted heb je het van 2,4 miljard. Dus als jij het niet zou discounten, dan zou het in mijn optiek nog bijna interessanter ogen dan het discounten. Het enige verschil is dat de discount hier natuurlijk de kosten worden hierdoor niet goed inzichtelijk gemaakt, maar men vergeet ook even te benoemen, en dat vind ik een kanttekening of een nadeel van het rapport, ze noemen ook die asset kant noemen ze niet. En die assets worden ook gewoon gediscount. Nou, en als je dan kijkt naar, dit is een sheet uit de Capital Markets Day, als je kijkt naar de verwachte cashflow, dat is eigenlijk gewoon wat hier staat, en die gaat dus gewoon geleidelijk afnemen omdat die productie afneemt, dan zie je eigenlijk dat ze die dividend, het groene, dat houden ze altijd gelijk. De afstand daartussen, ze willen altijd dat 40% van die cashflow, dat dat naar dividend gaat. En je ziet ook ongeveer dat dit 40% is. Als je dit als 100% zou zien, is het ongeveer 40%. Nou goed, daar stappen ze dus wellicht vanaf, zoals ik in mijn vorige video zei. Maar dan gaan ze in deze sheet gaan ze nog uit van ongeveer 40%. Maar wat ik interessanter vind, is die retire assets, dus die asset retirement obligation. Die zie je hier dat die flink gaat toenemen. Dat zijn nu ook dus de gevolgen die ze hebben. Dus normaal was die waarschijnlijk zo geweest. En nu gaat die eerder toenemen. Dus na 15 jaar verwachten ze echt wel. Nou, dan moet je eigenlijk uitgaan dat ze bijna 1000 wells per jaar gaan sluiten.
Dus dat gaat echt wel toenemen, die kosten. Maar zoals je ziet, valt dit gewoon binnen de lasten. En wat wellicht overbodig, maar het laatste wat ik hierover wil zeggen is: dit is een run rate. Dus dit is als ze geen acquisities meer zouden doen, dan kan je nog 2,5 miljard aan dividend verwachten. Maar dit is dus enkel in de situatie dat ze geen assets meer kunnen overnemen. En daarvan denk ik van nou, dat gaat toch echt wel. Ze zullen heus nog wel wat assets overnemen. Alleen dan wordt die cashflow gewoon hoger en dan schuift alles een stukje op. Behalve deze asset retirement. Die zal gelijk blijven, maar de schuld zal iets opschuiven. De cashflow wordt groter. Noem maar op. Maar wat je dus ziet is dat eigenlijk gaat er nu. Gaat er veel meer naar. Het lening afbetalen. Gewoon bijna 100 miljoen. Misschien nog wel meer zelfs. Dat is het lichtblauwe gedeelte. Maar op een gegeven moment hebben ze die afbetaald. En ze wachten die binnen 10 jaar af te betalen. En dat kan je ook gewoon terugrekenen. Dat gaat ze ook gewoon lukken met de cashflow die ze hebben. Maar als dat dus die lening is afbetaald, dan komt dit gedeelte aan cashflow komt bijna vrij. En je ziet gewoon dat het eigenlijk de cashflow verdeling, die is gewoon prima. En het dekt gewoon de asset retirement obligation. Dus ik snap de zorgen van het rapport. Ik snap het echt. En als de kosten hoger uitvallen, dan zou DC echt een probleem hebben. Maar zolang we nog steeds zien dat de assets geretired worden voor onder de 25k dollar per stuk, zie ik geen reden om hier ook maar enigszins zorgen over te maken. Het is een veel te lange video, meer dan een half uur. Maar goed, er was een hoop informatie in het Bloomberg Report en ik wil hier toch wel even goed bij stilstaan. Dus ik wil jullie danken voor jullie aandacht. Ik hoop dat jullie er wat van hebben opgestoken. En dat jullie ook begrijpen waarom ik nog steeds vertrouwen heb in DEC, ook al is het management of heeft het management hier en daar wat steken laten vallen. Dank voor jullie aandacht en tot de volgende video.